En dat gebeurt in Heerenveen, waar dit weekend het Nederlands kampioenschap afstanden wordt gehouden. Daarom zijn er twee plekken in huis belangrijk voor Henk Vermeulen. Zijn werkkamer, waar alle uitslagen worden verwerkt, en de fauteuil voor de tv, waar elke wedstrijd wordt bijgehouden. Ja, ik blijf er voor thuis. Ja, dat is voor 1000% zeker. Ik zit hier op mijn gemak. Ik heb altijd het gevoel of dat ik erbij ben. Laptop voor zijn neus, afstandsbediening binnen handbereik en vooral niemand in de buurt. Er mag geen uitslag gemist worden. Nou, wat hier zo leuk aan is, dan wil ik zo'n prestatie vastleggen om terug te kijken. Zoals de laatste jaren zit ik zomers in de tuin. Zoals ik nu hier binnen zit, zit ik zomers in de tuin. En doe ik nog wat datawerk en kijk ik uitslagen terug. Henk Vermeulen heeft inmiddels ontelbare aantallen uitslagen verzameld. Ik heb zelfs de adelskalender van 1893. En wie was toen kampioen? Eriksson Rudolf uit Zweden. Voor liefst 10 gigabyte aan schaatsgegevens is er opgeslagen in deze computer. Ook opgeslagen het allereerste Nederlandse kampioenschap ooit, dat nota bene gehouden werd in onze regio, in Slikkerveer. 1887. En waarom juist daar? Naar mijn bescheiden mening denk ik dat het komt omdat ze daar een zeer actieve ijsclub hadden. Die toen in die tijd al in staat waren om dergelijke grote toernooien te organiseren. Onder kenners is het archief van de Nieuwpoorter bekend. Regelmatig krijgt hij mailtjes met vragen. Een Cor Heus, die zijn kleindochter, die mailde mij. Weet u tijden van mijn vader gereden rond 1950? Nou, die kan ik dan zo opzoeken en mail ik terug. De opening van het schaatsseizoen vandaag betekent voor Henk Vermeulen het begin van een lange winter. Met als hoogtepunt ongetwijfeld de Olympische Spelen. Begin volgend jaar in Vancouver.